Een goedemorgen, beste deelnemer. Ik struikel bijna over mijn woorden. Beste deelnemer van dit webinar, het is donderdag 4 augustus. Het is een paar minuutjes voor 12. Ik ga even een aantal dingen proberen te veranderen. Dat we in ieder geval eens even kijken of we bewegend beeld in de house kunnen gaan creëren. Dat doen we op deze manier. Tenminste, als het goed is. Dat is stap nummertje 1. En dan ga ik tegelijkertijd kijken of ik de chatfunctie, want Zoom heeft een aantal dingen veranderd. Even kijken. De chatfunctie moet ik even zoeken. En dan moet ik die op Panelist to Everyone zetten. Dat iedereen op de chat kan iets zeggen. Nou, dat moet als het goed is nu lukken, tenminste. Mijn vraag aan jullie is, aan een van de deelnemers van dit webinar: wil je even naar de chatfunctie gaan? En Hans zegt het al, goedemorgen Minko. En ook Stefan zegt, goedemorgen, hoi Minko. Louder. Want dat was inderdaad mijn vraag. En ook Rick is erbij, van harte welkom ook. Beeld en geluid zijn goed. Nou, dat is in ieder geval een goed iets. En Peter is er ook bij, leuk. Goedemiddag allemaal, beeld en geluid stop. En Raoul is er ook bij, ja, want we gaan het vandaag met z'n tweeën doen. Even kijken, want ik ga dan, moet ik eventjes naar. Ja, ik heb tegenwoordig, het wordt steeds moderner hier. Ik heb nu tegenwoordig twee schermen. Dat wil niet zeggen dat het allemaal twee keer zo snel gaat, want dan moet ik ook altijd een keertje van links naar rechts. Even kijken, ik ga eerst naar de participants toe. Ga ik even Raoul zoeken. Hopelijk heeft hij zijn hand omhoog gestoken. Ja, heb je gedaan, Raoul, super. Dan ga ik jou promoten naar panelist. En als je zover gekomen bent, dan ga ik je op een gegeven moment ook promoten naar co-host. Ik zie dat trouwens dat ik zelf ingelogd ben als Harm. Nou, ik ga mezelf eventjes renamen naar Minko toe. Dat is dat gebeurd. En ook Raoul is er in de house. Ga ik eventjes make Goedemorgen. co-host. Ja, dag Kijk Raoul, aan. goedemorgen. Het werkt. En ik heb je meteen co-host gemaakt, dus dat betekent ook dat Mooi je zo. bijna alle rechten, dezelfde rechten hebt als ik. Hè? Er moet natuurlijk altijd een klein verschil bestaan, Je hebt Raoul. altijd Dat baas boven baas, dat is duidelijk. is nu eenmaal, het leven zit nu eenmaal zo in Ja. elkaar. Nou, daar Deze voelen we maar geintje, graag hè, naar. dat. Fijn dat je er bent. Hartstikke goed. Even kijken. Ik ga deze Zoom-sessie. Dan ga ik daar even doen. Ik zie dat. Ik zie dat Dennis er ook is. Leuk. De helpdesk van traders vergelijken. Daar gaan we straks iets over vertellen. Ja, we zijn internationaal, mag ik meteen zeggen. Want Dennis zit niet in het Nederlandse. Dus die is vanuit het buitenland ingelogd, ingetuned. En ook Erik. Goedemiddag, zeg je, en ik heet jou ook van harte welkom. Raoul, voordat ik jou het woord ga geven, want wil ik even twee dingen vertellen aan alle deelnemers. Dit webinar wordt opgenomen, dus je kunt dit bekijken, de opname althans daarvan, nog een keertje in de rerun. Harm van Wijk zal deze opname plaatsen op zijn website, op mijnpubliek.com. En dan moet je gaan naar het kopje agenda, en daar zal hij zo met een uurtje van anderhalf twee, zal hij deze opname plaatsen. Dat op de eerste plaats. Maar ja, schroom niet om vragen te stellen. Raoul is in de house, ik ben in de house. Dus ja, we proberen daar een interactief gebeuren van te maken. Dat Dus is altijd leuk. stel vooral ook jouw vragen op het moment dat Raoul in het eerste gedeelte, dat hij dat voor zijn rekening neemt. En ik ga in het tweede gedeelte mijn systeem bespreken. Raoul gaat zijn systeem, Greed and Fear, gaat hij de werkwijze bespreken. En kijken hoe het de afgelopen maand weer vergaan is. En datzelfde geldt voor mij. En ik ga het hebben over optiebeleggen LT, lange termijn. Maar voordat ik dat doe, Raoul, even kijken, het is 12 uur. Ik ga heel kort even inzoomen op de AEX-index. Of ja, ik zeg eigenlijk wel inzoomen, maar eigenlijk ga ik uitzoomen. Dit is de intraday-grafiek. Nou ja, wat gebeurt er eigenlijk niet zoveel? He, dat één puntje eraf op 7,13, sorry, 7,33 staan we. He, de wensen, de gedachten, hoe heet het ook? Ja, af en toe gaat met de spreekwoorden een klein beetje fout. De wens is de vader van de gedachten, zoiets is het eigenlijk. He, voor mij mag de beurs lekker naar beneden toe gaan. Ja, ik weet dat ik meteen niet populair ben bij de meeste mensen onder ons. Maar ja, ik vind dat je met opties en allerlei andere beleggingsinstrumenten mooi geld kunt verdienen. Ook als de beurs naar beneden toe gaat. Even uitzoomen. Year to date. Hier staat de Griekse EITD, betekent eigenlijk year to date. Betekent dus vanaf 1 januari tot nu toe. Nou, 1 januari viel op een zaterdag. Misschien weten de meeste mensen dat nog wel. Dus de beurs begint dan op maandag 3 januari. En toen stonden we 803 punten, dus zo'n beetje 70 punten hoger dan dat we nu staan. En Raoul en ik hebben hier eigenlijk wel eens een keer wat in de voorgaande sessie
gekeken, dat we zeggen, als we nog wat verder uitzoomen, dan zien we eigenlijk een heel mooi technisch patroon. En ook hiermee maak ik geen vrienden. Maar ik zie hier, wij zien eigenlijk een kopschouderformatie. Dit is de kop, die is in november neergezet. Achteraf gezien is het natuurlijk altijd mooi om de koe in zijn kont te kijken. Maar hier zag ik 827 punten staan. Nou, met permissie rond ik dat even af op 830 punten. Dit is achteraf gezien het hoofd. En dan hebben we hier aan de linkerkant een linkerschouder. En hier aan de rechterkant hebben we een rechterschouder. En dit is een kopschouderformatie. En die, die voorspelt niet veel goeds. Want op het moment dat dit patroon zich voordoet, dan is de kans het grootst dat de vervolgactie in deze lijn, en we praten hier dan toevallig over de AX-index, dat dat een neerwaarts patroon is. En dat zie je hier ook ontstaan. Hè? We hebben hier telkens te maken, volg naar muis, maar heel langzaam naar beneden toe. Met lagere toppen. Hè? Deze top is natuurlijk lager dan die 827 die we hier neergezet hebben. En deze bodem is dan natuurlijk weer lager, even netjes neerzetten, hier zo, dan de bodem die hier gevormd is. En dat patroon met de lagere toppen, lagere bodems, dat continueert zich, hè, dat zet zich voort. Heel mooi, ik wou bijna zeggen, een steady patroon, maar hier is het op een gegeven moment ook wel fors gegaan. Hè. Dat was net voor de juni optie-expiratiedatum, daar heb ik zelf ook nog een klein beetje last van met mijn challenge. Dus hier hebben we eigenlijk een lagere bodem neergezet, uiteraard. En toen dachten we hier, hé, kijk eens, hier wordt het patroon doorbroken, Rol, daar hebben wij het nog over gehad. Ja. Want hier was heel duidelijk sprake van een hogere bodem, hè, hogere bodem dan deze maartbodem. En toen was hier, toen ging de AX toch eigenlijk wel zijn best doen om een hogere top neer te zetten. Maar niets bleek minder waar, hier ging ook weer een lagere bodem neergezet worden. Maar nu krijgen we ook wel een interessant iets. Raoul, ik ben ook benieuwd naar jouw mening. En want hier hebben we natuurlijk, dit was die lagere top, hè, die neergezet is. Maar ik zie hier nou toch wel dat wij bezig zijn om een hogere top neer te zetten. Ik heb in de afgelopen webinars een aantal keer gezegd van ik begin positief te worden. En er werd een paar keer afgestraft, maar nu nog steeds niet. Dus Ja. Dus dat, we gaan geen poll houden van wat denk je zelf, hè? Want het is nu bijna 5:05. Ik ga het zo doen, Raoul. We snappen natuurlijk dat dit patroon zich niet tot het oneindige kan daarvoor zetten. Want dat betekent dat de AX over een jaar of 2, 3 op nul staat. Nou, dat geloven we ook niet. Maar wanneer dat patroon gebroken wordt, dat inderdaad nu zo'n beetje een voorbode is. Dus mensen met aandelen die zullen misschien ietsje vrolijker naar hun beleggingsportefeuille kijken. Wij gaan vandaag naar iets anders kijken. We gaan vandaag kijken naar Greed and Fear van Raoul. En het tweede gedeelte naar optiebeleggen LT, dat van mij. Dus even kijken, Raoul. Ik ga mijn scherm stoppen met delen. Even kijken. Stop share. En als het goed is, dan kun jij nu jouw video uploaden of sharen. Yes. Wordt het een deel van mijn scherm? Zo, even kijken. Ja. Ik toon ook eventjes het lange termijn beeld sinds 1 januari. Nou, de S&P deed het eigenlijk nog slechter dan de AEX. Hè. We zien hier echt, volgens mij maakte de AEX hier een gelijke bodem. Nou, de S&P nog lager. Maar goed, vorige webinar was ik positief aan het worden. Hè, dat je zeg maar weer een groen vinkje kunt zetten. En dat is eigenlijk aangehouden. Hè. We zien de MACD, of de MACD, hoe je het ook noemt, die blijft maar positief. De 20-daags voortschrijdende gemiddelde buigt omhoog en gaat zelfs boven de 50-daags. En de 50-daags buigt al een beetje omhoog. Dus dat zijn steeds meer groene vinkjes voor, misschien gaan we wel omhoog. Voor een lange termijn aandelenportefeuille bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen, in deze fase koop ik er weer wat bij. Kijk, hier is de 200-daags voortschrijdende gemiddelde en daar zit er nog onder. En die is zelf ook nog dalende, dus er is nog wel wat te winnen. Maar goed, de eerste tekenen zijn positief en blijven aanhouden. Dus ik blijf nog steeds zeggen, kijk omhoog. En Menko, jij zei net, ik zie liever de beurs omlaag gaan. Nou, over het algemeen ga ik liever long dan short. Dus ik heb ook een kleine voorkeur voor long trade, dus een stijgende beurs. Maar goed, dat hangt ook een beetje van de handelswijze af. Ja, dat is het mooie van de beurs, Raoul. De ene ziet het liefste dit, de ander ziet het liefste dat. Ja. Ene past meer bij je eigen stijl of een andere stijl. Ja, een beetje uitzoeken. Ja, absoluut. Nou, dat was even de eerste slide altijd. De modelportefeuille. Even de toelichting op werkwijze, de afzonderlijke trades en het overzicht van de resultaten van afgelopen maand.
Ik noem je nu de MES. Mensen die dit webinar wel eens vaker kijken, die weten misschien, hey, dat begint altijd met de IS. Nou, ik focus me nu steeds meer op de MES, de micro-IS. In feite maakt het niet veel verschil met een gewone IS. Alleen dit is een kleinere viewtje, 1/10. Nou, daar kom ik later verder op nog op terug. Maar de handelswijze blijft gewoon hetzelfde. Dus ik handel met één contract, de MES nu dus. Ik plaats een limit order op de dag zelf. Ik koppel altijd een bracket order. Dat houdt in een stop loss, waar neem ik verlies en waar neem ik winst. Daarnaast heb ik ook altijd nog een trailing stop loss, om je neerwaartse risico eerst te verkleinen. En dan hopelijk ook nog een deel van je winst veilig te stellen. Maximum 1 trade per dag. Dat is ook om impuls trading tegen te gaan. Gewoon behoud van discipline. En ik sluit de positie aan het eind van de dag. Nou, het eind van de dag noem ik even een arbitrair dan 22:00 PM. Dan sluit Wall Street. Futures kun je dag en nacht handelen, maar dat beschouw ik even als het einde van de dag. En dan na 22:00 PM haal ik de koersdata op en dan maak ik een nieuwe analyse. Enzovoort. Hoe maak ik de analyse? Nou, ik doe dat met software, met neurale netwerken. Daar heb ik een voorkeur voor. Ik heb het zelf gemaakt. Ik vind dat op zich ook een interessante theorie. Maar wat je ook gebruikt, wat mij betreft zou je een zo mechanisch mogelijke analyse methode moeten gebruiken. Ja, al heb je een huisdier dat naar de groene of de rode voederbak loopt, als je dat hebt bijgehouden en daar blijkt een waarde in te zitten, dan is dat een mechanische indicator. En dat heeft wat mij betreft altijd de voorkeur voor een, laten we zeggen, een soort onderbuikindicator. Want ja, daarmee ga je toch sneller de mist in. Dus hier ontleen ik een long of short signaal aan, of neutraal. En als ik zo'n signaal heb, nou, waar stap ik dan in? Dat laat ik afhangen van pivot points. Als je bijvoorbeeld in deze kolom even kijkt, deze handelsdag, zie je 5 pivot points. Dat zijn die horizontale streepjes. 2 steun pivots, een centrale pivot en 2 weerstand pivots. Die worden bepaald op basis van de beweging van de dag ervoor. Hè. Dus heb je hier een grote beweging, dan liggen ze hier ook redelijk ver uit elkaar. Dat zie je. Heb je een dag met smalle beweging, kleine beweging, dan zie je dat ze naar elkaar toe kruipen. Dat zijn een soort indicatieniveaus waar je wat mee kunt. Wikipedia legt het allemaal uit. Het zijn heel eenvoudige berekeningetjes. Je kunt wat statistiek op loslaten. Hè. Wat is de kans dat we dat centrale niveau raken? Nou, op basis daarvan maak ik een inschatting op welk niveau ik wil instappen. Met een long of een short trade. En soms wordt dat niveau geraakt, soms niet. Ja, gemiddeld genomen mag je altijd intraday wel wat beweging verwachten. Daar anticipeer ik op, hè, daar zet ik op in. Maar ja, goed, soms gebeurt het niet. En dan staat mijn order daar te wachten en dan wordt hij nooit geraakt. En dan lag hij te ver weg of de koers ging gelijk vanaf middernacht één richting op en kwam nooit meer terug. Dat kan ook. Deze maand waren er 6 of 7 orders. Maar goed, een order, zoals ik net zei, wordt niet altijd een trade. Ik, vanwege de tijd, beperk hem eventjes tot de orders die echt een trade werden. Zo ziet een order van mij eruit, zo werk ik. Nou, die heb ik dan geplaatst op de IS. Hè? Maar goed, dezelfde getallen kun je toepassen op de MES. Dat is gewoon identiek. Dit is een heel pakket aan orders. Nou, dit behandelen we altijd in de maandelijkse webinar over geavanceerde orderinvoer. Hoe je dat invoert en hoe dat werkt. Voor nu is het even belangrijk dat je kijkt naar de parent order. Dat is een buy. Dus ik wil long gaan op dit niveau. En je ziet ook, ik wil dan die limiet laten staan. Die limiet order laat ik staan tot 11 juli. Dat zie je ook hier, 11 juli, 4:30. Als die geraakt wordt, wil ik dat er nog tijd over is om de positie kans te geven, winstgevend te worden. Nee, ik wil niet om 21:00 PM nog een positie verkrijgen. Dat is mij te laat. En als dit tijdstip bereikt is, zonder dat de limiet geraakt is, dan wordt de order gecanceld en daarmee het hele pakket. En wordt de limiet wel geraakt, nou, dan zijn deze child orders er om de positie te bewaken en om hem op een bepaald tijdstip, met een bepaalde conditie, om hem met een bepaalde conditie de positie te sluiten. Goed, hier hebben we een apart webinar over hoe dit werkt. Voor nu is het belangrijk. Ik wil long gaan op 38:59. En dan gaan we even naar de grafiek van die dag. En dat was dan hier ergens, 38:59. Dus hier ging ik long. Hij zakt nog een punt of 7 door naar beneden. En begon te stijgen. Nou, hier dacht ik, dat gaat de goede kant op.
De trailing stop loss kwam ook al een eindje mee. Dus, hè, die begon mijn neerwaartse risico te verkleinen. Initieel had ik iets van 19 of 20 punten risico. Nou, de trailing stop loss kwam mee, dus mijn neerwaartse risico werd als kleiner. Maar goed, hier keerde de markt toch om. En werd ik uiteindelijk uitgestopt op de trailing stop loss. En daardoor was het verlies 5 punten. 5,25 geloof ik. Dus ja, zo'n trailing stop loss was in dit scenario erg handig. Ja, goed, je weet niet hoe het dan verder ging, maar dit was het einde van de dag, dus dat zou sowieso gesloten worden. Maar hier kwam je ook nog ruim onder mijn oorspronkelijke aankoopniveau. Ja, dan heb je toch zo'n 25 punten in de plus gestaan. Ja, wat doe je dan? Ja, goed, daar heb je dan die trading stop los voor. Dan ga je er met een klein verlies uit, want ja, wie weet was het nog veel verder gezakt. Dat is de overweging daarbij. Dinsdag 19 juli, ja, hier zaten dus ook wel dagen tussen met een order hè, die niet geraakt werd. Maar goed, deze werd wel geraakt. Dit is een short trade. Sell. Ook weer dezezelfde voorwaarden. Hè, van tot 4:30 wil ik hem de kans geven om geraakt te worden. Nou, gebeurt het niet, dan wordt hij automatisch gecanceld en doe ik niet meer mee. Verkoop op 38,65. Maar, nou ja, je ziet het gelijk al. Foute boel. Want even zien, hier. Ja, hier kwam ik in de positie. Hier ging ik short. Kwam die even op verlies te staan en daarna op winst. Beetje winst. Dus de trailing stop loss kwam wel mee naar beneden nu, hè, omdat de short positie is. Maar nog niet, omdat de trailing stop loss, de trail is groter dan de vaste stop loss. Dus mijn risico was nog niet kleiner gemaakt dan de vaste stop loss. Ja, en toen begon die enorm te stijgen. Dus uiteindelijk nam ik hier het volle verlies van 20 punten. Ja, fout analyse ook gewoon. Hè? Dus ik heb wel eens dat de analyse goed is, maar dat ik de trade mis. Nou, dat zijn in feite die gemiste trades. Hè? Dan was de analyse goed. Maar is de markt vertrokken zonder mij. In dit geval was de analyse ook echt fout. En heb ik het verlies afgekapt. En waar werd het afgekapt? Het werd afgekapt op 38. Nee. Dat is de buy. Deze moeten we hebben. Op 38,85. Dus het was al hier zo'n beetje. Hier ging ik short. Hier sloot ik de short positie. Dus ja, deze schade heb ik allemaal niet opgelopen. En als je dit, als je dat consequent zo gedisciplineerd doet, dan blijf je in de game, om maar zo te zeggen. Je wordt niet met één slechte trade helemaal weggevaagd. Dat is toch wel van belang. Dus ook hier een verlies, 20 punten. Dinsdag 26 juli, weer een long order, buy. En helaas, ook die ging de mist in. Het is geen gelukkige maand en eigenlijk ook geen gelukkig jaar, dat blijkt wel. Die 39,38 was volgens mij, hier ging ik long hier. Die dag zag er heel rustig kabbelend uit, want voor mij 1 of 2 dagen later was het een rentebesluit van de Fed. Dus ik had eigenlijk hier al niet zo'n grote beweging meer verwacht. Toch had ik mijn kooporder op het gebruikelijke niveau neergelegd. En die werd verrassend genoeg geraakt. Maar goed, ook hier de stop loss werd volledig geraakt. En u zegt, ik zag een goedkoop niveau op ongeveer 39,20 en een zeer goedkoop niveau op 4000. Ja, je zegt, waarom neem je geen 20 punten verlies in plaats van 40 punten? Ja, dat is een leuke, inderdaad. Want bij die eerste twee die ik liet zien, daar stond ik dus op een zeker moment op plus 25 punten. Maar je moet even je overall statistieken erbij halen. Hè. Misschien, dat is niet per persoon anders. Als je even uitgaat van een hit rate van 50%, hè, dat de helft van de trades eindigt in winst en de helft van de trades eindigt in verlies. Dan moeten je winsttrades wel, minstens even groot, maar liefst een stuk groter, een stukje groter zijn dan je verlies. Trades. En een stop loss van 20 punten is op dit niveau, hè, waar we nu zitten, is al niet zo heel veel. Hè. Dat is een 0,5%. Dus ik moet inderdaad wel een stop loss van 20 punten hanteren, anders is het gewoon te krap. Maar dat betekent ook dat ik mijn winstdoel, laten we zeggen, wel een stuk hoger moet zetten. En ik heb 40 punten gedaan. Hè. De een staat op 2, soms iets meer, soms iets minder, maar ja, op die manier maak je op lange termijn winst. Die stop loss moet echt wel minimaal 20 punten zijn.
Dus ja, dat is waar, Theo. Dan zou ik winst genomen hebben. Maar goed, op lange termijn is het niet houdbaar om te snel winst te nemen. Dat is eigenlijk. Je hebt zo'n beurswijsheid van te vroeg winst nemen is nog nooit iemand failliet gegaan. Nee, maar toch eigenlijk wel. Want je neemt ook risico's. En die risico's die moeten gecompenseerd worden door de winsttrades. En om even nog een paar bizarre marktdagen te laten zien. Dit was na het rentebesluit. Het rentebesluit was maar 1 of 2 dagen hiervoor. Nou ja, als je ook dit soort bewegingen ziet, dan valt hier nog mee. Maar dit is eigenlijk de sterkste. Stel je voor dat je hier long gaat. Dan denk je, nou, intraday terugval. Je zit er tot hierin, een punt of 30. En dan val je alsnog helemaal terug naar hier. En alsnog helemaal daarheen. Dit is 1,5%. 60 punten en ook weer helemaal weg. Dus ja, dit soort dagen. Ik had hier geen trade, maar dit soort dagen. En dat overleef je haast niet als je mijn handelswijze hebt, zeg maar. Dat je een stoploss hebt met een trail. Dan moet je eigenlijk of je stoploss heel ver wegzetten. En gewoon tot het einde van de dag uitzitten. Of veel actiever handelen. Maar goed, dat is ook niet helemaal mijn ding. Ik ga niet overnight, dat klopt. Ja, dus, maar de redenering is ook dat 40 en 20, dus bij elkaar opgeteld 60 punten beweging in de dag, dat is redelijk. Dat is wel haalbaar. Als je naar de dagelijkse range kijkt, daar komen we zo meteen nog op. Dat is ook een beetje zoals ik het gekozen heb. Van het verlies en de winst bij elkaar opgeteld, dat moet eigenlijk in 1 dag beweging passen, gemiddeld genomen. Vandaar dat ik die getallen ook een beetje zo gekozen heb, Theo. Nou, voor de micro-ES krijgen we dus dit maandresultaat. En ik zal het begin eventjes. Nou, de focus komt eigenlijk steeds meer te liggen op de micro-ES. Die is sinds begin dit jaar geïntroduceerd. In 2017 ben ik begonnen met de grote ES, de grote future zou ik kunnen zeggen. Maar ja, toen stond de S&P 500 nog op 2.500, 2500. Nu staat hij op bijna 5000, of stond hij, we zijn al gezakt. Dat betekent dat de stoploss ook veel groter dan destijds. Toen had ik een stoploss van 10, 12 punten. Ja, nu is 20 punten stoploss eigenlijk al krap soms. Dan is dat lijkt maar marginaal op zo'n grote beweging. Dus. En dat betekent dus dat de verliestrades ook zo groot kunnen worden. Ja, dat hakt er wel in met zo'n grote future. En ja, omdat de niveaus, het is allemaal hetzelfde eigenlijk. Hè? De onderliggende waarde is nog steeds de S&P 500. Je hebt dezelfde koers, hetzelfde signaal, dezelfde orde min of meer dus. Maar de margin eis is gewoon veel lager voor de micro IS. En daarmee gewoon veel aantrekkelijker geworden dan de grote IS. Ja, als je denkt van, nou, een particuliere trader, die heeft een deel van zijn budget beschikbaar voor trading. Hè? Want trading is natuurlijk al sowieso riskant. Nou, dan wil je misschien iets met futures doen. En misschien iets met opties. En misschien iets met crypto. Ja, dan kun je niet al bijna 16.000 euro aan margin kwijt zijn voor één IS. Dat is gewoon te veel. Dus ik haal hem af en toe nog aan, hè, die resultaten uit het verleden. Geen antwoord voor de toekomst. Maar wel om aan te geven hoe ik er in het verleden trade. En dat zie je hier. In 2017 ben ik begonnen. Ook onwaarschijnlijk hè, dat de S&P 500 dus in die 5 jaar verdubbelt. Hè, van 2500 naar bijna 5000. Nou, begin dit jaar nog. En dit is allemaal gewoon 10 keer zo groot. En dat winsttrades 10 keer zo groot zijn, dat zal niemand bezwaarlijk vinden. Maar de verliestrades zijn ook 10 keer zo groot. En dat hakt er wel in natuurlijk. Dus ik zal deze nog regelmatig even aanhalen om een beetje een globaal inzicht te krijgen. Nou, je ziet de rode maanden, de niet-rode maanden, de winstmaanden, de verliesmaanden. Als indicatie van hoe fluctueert het. Maar dat gaat gewoon met grote stappen. En dat hebben we al vaker gezegd. Maar goed, je zult nu zien dat dit steeds vaker wat op de achtergrond komt. Puur nog even voor de historie, maar ook steeds meer komt te liggen op de micro-IS. De dagelijkse range is weer wat gezakt. Nou, dat vind ik wel prettig, want nou, dan wordt je stoploss minder snel geraakt. Nu nog 2%. Nou, de S&P is al bijna normaal. Deze is iets groter, omdat waarschijnlijk buiten de reguliere Wall Street uren de S&P nog een iets verdere, of de future moet ik zeggen, nog een iets verdere uitschieten naar boven en beneden maakt. Maar goed, het gaat alweer richting normaal. Nou ja, voor de mensen die al vaker bij geweest zijn, die weet je dat modelportefeuilles van traden vergelijken kun je met autotrading volgen. En of rechtstreeks bij de trade met signaalservice. Nou, als het rechtstreeks is, dan stuur ik je dus dit soort dingen.
Nou, dan moet je dat zelf handmatig invoeren. Dat is lastig. Daarom, als je via autotraining van traders vergelijken doet, dan krijg je gewoon het voorstel en dan zeg je wel of geen akkoord. En als je akkoord geeft, dan krijg je dat hele pakket en orders in je portefeuille te zien. Dan staat het in één keer erin. En het mooie van, dat zeggen we bij de webinars over geavanceerde orders ook wel. Als dit staat, dan kun je weglopen. Dit regelt zichzelf verder de rest van de dag. Ook dus weer helemaal een mij betreft een mechanische handelswijze. Je komt nergens meer aan. De order regelt zichzelf. En even een aankondiging voor wat er te komen staat. Iets nieuws, algorithmic trading. Term waar velen misschien wel eens van gehoord hebben. Ik ben ook bezig met software, of daar ben ik de hele tijd mee bezig. En die software, dat is dus algorithmic trading. Het algoritme volgt elke transactie en mutatie in het orderboek. Transactie van één security natuurlijk. In dit geval de IS. En elke tick draait de analyse. Het algoritme plaatst zelf trades. En gaat deze real-time delen op Telegram. Telegram, hoe je het ook zegt. En gemiddeld zijn er 1 of 2 trades per dag. Bij algorithmic trading denk je misschien meteen aan honderden of duizenden trades per dag. Nou, dat wordt eigenlijk meer HFT, high frequency trading. Ik ben nog even bezig met de koppeling naar Telegram. Maar goed, dit staat eraan te komen. En dat kun je gratis volgen. Gewoon eerst ter vermaak. Kijken of het werkt. Of de koppeling werkt met Telegram. Voor mijzelf heb ik dit nog een tijdje live draaien. En dat gaat heel aardig. Ik heb natuurlijk gemiddelde verwachtingen, maar we kennen allemaal het addertje onder de gras bij gemiddelden. Dat zit er soms ook onder. Maar al met al is het wel tijd om dit nu ook publiek te delen. Dus, en daar kunnen jullie doen. Voor wie het leuk vindt, het is nog niet actief op Telegram, maar dat gaat komen. Kun je gewoon in zo'n groep komen te zitten en dan zie je live, real-time, de trades die het algoritme plaatst op IS of de MES, dat kun je gewoon gelijk. In feite is het de S&P 500. In feite krijg je een soort marktbreed oordeel van het algoritme op dat moment. Nou goed, als de koppeling helemaal af is met Telegram, dan zal ik dat uiteraard nog eens een keer onder de aandacht brengen. Mocht je je nu al willen aanmelden daarvoor, stuur me even een mailtje. Dan heb ik dat vast. En dan krijg je gewoon live die trades te zien. Krijg misschien een beetje het idee van een trading room. Het is wel actief natuurlijk. 1-2 trades per dag. Die moet je zelf invoeren overigens. Dit is nog niet via autotrading. Maar dan kun je gewoon eens meekijken. En gewoon kost je niets. Gewoon voor de lol eerst. En hoe dat verder gaat, dan moet je nog even kijken. Volgende week heb ik weer eentje over technische indicatoren. In Trader Workstation. En normaal weten we ook al een datum voor geavanceerde orders in Trader Workstation. Ik zag er nog geen staan in de agenda. We moeten de mainquery nog even een datum voor prikken. Maar goed, die keert 1 in de maand ongeveer terug. Dus op mijn.beleggen.com zul je daarvan ook wel de aankondiging zien. Tijd voor 12:30. Als er nog vragen zijn over wat dan ook. Voor dat algorithmic trading bijvoorbeeld, hoe je daar wat dat inhoudt. Dan kan ik nog beantwoorden. En anders kun je me altijd later nog een mailtje sturen met vragen of wat dan ook. En als er geen vragen zijn, dan kan Menko de tweede helft doen. Ja. Met wel een positief resultaat. Nou ja, kijk, Raoul, zoom nog eens eventjes in. Op het totaalbeeld. Hè? Dus dat je vanaf 2016, 17... Die sheet wilde ik graag nog even zien. Natuurlijk heb je nu op dit moment een lastig jaar. Als daar. Ja. Maar ik zeg ook vaak van op het moment dat je in een systeem zit dat alleen maar winstgevend is. En dat wordt op internet vaak genoeg geroepen. Ik maak 100% per jaar of 200% per jaar. En dat doe ik al een jaar of 10. Zet je dan maar schrap. Zet daar vooral ook geen geld in. Want ik weet dan eigenlijk 1 ding zeker. When it's too good to be true, it isn't true. Probably is. dan moet je gewoon heel erg oppassen. Kijk, het aardige vind ik dan wel, Raoul, op het moment dat je gewoon de grote gemene deler kijkt naar jouw systeem, hè, dan kom je gewoon prima uit. En natuurlijk, hè, dan kan het wel eens een keer lastig zijn in een jaar of in een bepaalde periode.
Hè, maar op het moment dat de manier van denken en de manier van systematisch handelen goed is, hè, dan kom je ongetwijfeld ook weer boven Jan goed, en boven water. Het moet zich keer ten goede keren, inderdaad. Ja, en, absoluut. Ja, je hebt, het is, ik wil de term gokken vermijden natuurlijk, hè, maar je hebt wel iets van kansen. Hè, en ja, een munt kan ook 10 keer kop vallen. En dan zeg je, ja, hoe is het mogelijk? Hè? Maar goed, ja, kansen kunnen achter elkaar verkeerd uitpakken. En dat, ja, daar hebben we nu misschien mee te maken. Ja, dat is inderdaad een probleem. Even kijken, ik zie dat Peter nou zegt, hoe meld je je aan voor het meekijken van de Algo? Wil je nog eventjes dat in een... Ja, kun je mij gewoon even een mailtje sturen? Hè, mijn adres staat eronderin. Oh ja, kun je mij een mailtje sturen? Apenstaartje greenofit.eu. Peter, hè, daar kun je dan op aanmelden. Even kijken, op het moment dat er geen vragen meer zijn, dan ga ik het zo doen. Dan ga ik jouw presentatie stoppen. Eens kijken of ik zelf in beeld kan komen. Ik ga het vandaag hebben over opties beleggen LT. We moeten eigenlijk altijd even starten met een officiële disclaimer. Even kijken, doet u dat zo mooi. Goed? Het is een presentatie. Ja, ja, dat hoort erbij, voor particuliere beleggers. Dat geldt natuurlijk voor Raoul ook. Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Deze presentatie is niet bedoeld om je aan te zetten tot het doen van transacties, et cetera, et cetera. Even kijken, staat hier nu voor mij bij jou ook full presentation, Raoul? Want ik nee, zie nog niet. Er staat niet in presentation mode. Nee, gewoon in... even kijken, want... voorstelling. Stap dan moet je denk ik doen. Nou doet hij het bij mij in mijn ene scherm wel full presentation. In mijn, ja, ik heb tegenwoordig 2 schermen. Zal ik dat eens eventjes maar niet doen, want dan gaat het waarschijnlijk... niet helemaal de goede kant op. Eens even kijken. Dan ga ik het even zo doen. Nieuw share. Kijken of je dat zo vierkant. Oh ja, dit is goed. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, dan stoppen we met dat andere scherm. Hè. Dat was ook misschien iets te modern voor mij om dat in één keer goed te laten lopen. Even kijken. We gaan het vandaag hebben over optie beleggen LT, lange termijn. Maar ik wilde eerst even een vraag stellen aan jou. Hoe gaat het bij jou in de portefeuille? Heb je aandelen in je portefeuille zitten? Heb je opties in je portefeuille zitten? Volg je op dit moment al één van mijn systemen? Bijvoorbeeld optiebeleggen LT, waar we het vandaag over gaan hebben. Maar ik zal je straks laten zien dat ik een aantal andere systemen heb. Optiebeleggen KT en ook XLT, waar ik toevallig vandaag nog een transactie voor verricht heb. En de 100% Challenge. Zou je even in de chat aan willen geven? Of je al, ja, hoe het dus gaat. Gaat het goed? Heb je opties? Hoe loopt het eigenlijk allemaal bij jou in de beleggingsportefeuille? Even kijken. Theo zegt inderdaad, Minkels in house met een, ooit zo'n een arm omhoog hebben, want sterkte. Nou, dankjewel Theo, ik ga mijn best doen. Wat een rendement LT, €700 geloof ik deze maand. Nou, het was net iets minder Theo, ik ga je daar zo meteen precies... iets over vertellen. En ik zie dat Peter zegt, ik heb aandelen en opties. Finodex en lange termijn. Ja, leuk inderdaad dat je mij ook volgt. Peter en Rick is ook in de house. Ik volg, ja, Rick heeft een beetje alle letters van het alfabet die ik gebruikt heb. KT, LT en XLT. Opties gaan prima, aandelen iets minder. Leuk om te horen, Rick. Ja, sorry dat de aandelen iets minder gaat. Hè. Dat gun ik jou natuurlijk ook. Maar ik vind het natuurlijk het belangrijkste dat de opties bij mij goed gaan. En Peter zegt, ik ben gestart met lange termijn LT. Ik heb nu een halve positie in de portefeuille. Rest volgt deze week. Ja, inderdaad, Peter. Hè, dat, we zaten natuurlijk net op een kantelpunt. Ik zal je daar straks nog even iets over vertellen. En Hans zegt, ik volg jou sinds een paar dagen. Ja, klopt ook inderdaad, Hans. Van harte welkom. En Christophe zegt, ja, dag Minko. De opties KT bij jou en bij Finodex, de opties gaan goed. AD dan wat minder. Ook voor jou geldt, Christophe, hè, dat ik jou natuurlijk het allerbeste gun. Maar het belangrijkste dat als je klant bij mij wordt, hè, dat de opties goed gaan. En Jan zegt inderdaad, tot voor kort. Dus de KT en nu de LT en de Amerikaanse dividendaandeel. Hey, dat is ook inderdaad een leuke combinatie. En Erik zegt, nog geen opties. Aandelen enkele plus, maar ook een enkele min. Korte termijn lijkt mij een idee. Nou, Erik, ik ga proberen vandaag mezelf te kwalificeren. Om te kijken of ik jou kan overhalen. Enthousiast te worden over opties. En misschien ook wel om mij te gaan volgen. En je ziet dat er een aantal mensen al in de house zijn die dat al doen en daar ook enthousiast over zijn. En Christophe zegt inderdaad, dag Minko, ja, optie KT bij jou en bij Finodex optie goed. Ja, aandeel minder had ik inderdaad gezien.
volgens mij, hey Bart, dat was een dubbele post, Christophe. En dat kan inderdaad gebeuren. Nou, hartstikke leuk dat er een aantal mensen zijn die mij in ieder geval ook al bekend voorkomen. Tenminste, ik kom bekend voor bij die mensen. En jullie komen natuurlijk ook bekend voor bij mij. Leuk, bedankt voor jullie reacties. Ik wou je nog een vraag stellen. Wat is het allerbelangrijkste op de beurs? Ik ga een voorzetje geven. Het begint met een R. Nou, dit is de laatste vraag die ik ga stellen, hoor. Maar ik wou eens een keer iets anders beginnen. En toen dacht ik van, weet je waar, ik ga deze eens eventjes in de chat gooien. Even kijken. Ja, ik zie een aantal leuke reacties binnenkomen. Ik zie dat Christophe zegt de R van rente. En Peter zegt de R van rendement. Dat is gewoon, dat is ook misschien ook wel een inkoppertje. Even kijken of ik misschien nog iemand kan overhalen ook nog even een antwoord te geven. Of de R van recessie, zegt Christophe. Ja, dat kan inderdaad ook zijn. En Ger zegt rendement. En Hans zegt, kijk, Hans komt een beetje in mijn buurt. Want Hans zegt rust. En daar kom ik straks op dat woordje ook nog een keertje terug. Goed. Ik ga een kleine... Ik moet er eentje terug. Ik vind het aller... gaat het even heel snel. Ik ga... Deze was daar. Ja, ik vind het allerbelangrijkste de R van... niet van rendement, ook niet van een recessie of allerlei andere zaken, maar de R van risico. En Raoul had het daar zojuist ook al even over. Op het moment dat je je risico's in de hand kan houden, als je dat sterk kan... kan beperken dat risico door een goed risicomanagement, ik noem dat eigenlijk altijd geldmanagement, in de hand te houden, dan komt het rendement vanzelf. Want iedereen wil graag rendement maken. En dat wordt ook vaak gezien als zijnde het meest belangrijke. Maar ik kijk eigenlijk altijd alleen maar naar het risico. Want dat risico, zoals Hans ook al zegt, dat geeft mij rust. En dan komt het rendement vanzelf. Even kijken. Ik ga die chat eventjes uitzetten. Erik zegt nog... Ik ga binnenkort een paar weken naar Engeland op vakantie. Moet ik het voor Telegram continu online zijn? Nou, dat hoeft niet, Erik, want Telegram, dat werkt overal. Al moet zijn dat Dennis daar even een ander antwoord op kan geven. Maar je hebt daar ook dus geen wifi of iets dergelijks nodig. Sterker nog, ik heb ook gisteren of eergisteren een transactie gedaan. Er zaten mensen op de camping in Frankrijk. En die hoeven dan ook alleen maar op de knop te drukken. En dan wordt ook die transactie gedaan. En Dennis zegt inderdaad ook al, nee hoor, geen probleem. Goed, ik ga het vandaag hebben over optiebeleggen LT en met name over opties, omdat ik vind en denk dat opties een plek behoort te hebben in iedere beleggingsportefeuille. Daar heb ik ook een aantal redenen voor. Een van de belangrijkste redenen is de hefboomwerking. Je kunt nu helemaal wat sneller geld verdienen met opties dan dat je dat met welk beleggingsinstrument ook kan doen. En opties kun je zowel defensief als offensief inzetten. Heel vaak denken mensen dat opties alleen maar offensief ingezet kan worden. Hè? Je kent misschien wel mensen die heel veel geld hebben verdiend met opties. Nou, dat kan. Je kent misschien ook wel mensen die heel veel geld verloren hebben met opties. Nou, dat kan ook. Maar de keerzijde van die offensiviteit is ook die defensiviteit. En één keer per maand geef ik hier ook bij mijnpubbeleg.com een webinar over de basiswerking van opties. Hoe werkt nu eigenlijk een call-optie? Hoe werkt nu eigenlijk een put-optie? En hoe kun je die beleggingsinstrumenten, die call- en put-optie, dus offensief inzetten? Maar hoe kun je die ook defensief inzetten? Een van mijn favoriete stellingen is, je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen en dus geld te verdienen. En dat kan, hè? Je kunt dus eigenlijk verkeerd zitten met je zienswijze en toch nog geld verdienen met opties. Nou, dat is een van de belangrijkste zaken die ik als een heel grote plus ervaar op het moment dat je met opties aan het werk bent. Je kunt ook met opties een stabiele inkomstenstroom genereren. Daar zal ik je straks laten zien hoe ik dat in mijn systeem Optieweg LT gerealiseerd heb. En je hebt de mogelijkheid om tot het risico, ik had al gezegd, het belangrijkste vind ik eigenlijk dat risico, om dat te minimaliseren, zodat je uiteindelijk ook het rendement kunt optimaliseren. En een van de belangrijkste dingen, je kunt in elke markt rendement maken. We zagen straks dat de beurs omhoog gegaan is, dat die omlaag gegaan is. En dat maakt voor opties niet zo heel erg veel uit op het moment dat je de juiste toepassing daarvoor hebt. Want je kunt altijd in een opgaande beurs geld verdienen. Je kunt altijd in een neergaande beurs geld verdienen. En ja, ik vind eigenlijk het meest mooie natuurlijk als die beurs een klein beetje stabiel gaat. Want zelfs in die situatie kun je ook nog geld verdienen. Even kijken of je het doet. Ja, kleine introductie van mijzelf. Mijn naam is Menko Zweep. Ik heb in Tilburg gestudeerd. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste kennismaking met opties gemaakt. Mijn medestudent die handelde in opties. En daar werd ik eigenlijk zo enthousiast van, omdat hij het zo goed deed. Dat ik dat zelf ook ben gaan doen.
Ik kreeg dus eigenlijk zijn tips en handvaten. Dit moet je doen, dit moet je kopen, dit moet je verkopen. En daar hebben we ontzettend veel geld mee verdiend. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik in mijn studie een kleine switch heb gemaakt naar beleggingstheorieën. En daarna ben ik vervolgens gaan werken bij Sagittarius Beleggingen. Je ziet hier ook staan F. Landschot Bankiers. Want in die tijd hadden mensen nog heel veel keuze. Dat hebben ze nu trouwens volgens mij ook, hè, om ergens te gaan werken. Maar dat was destijds ook toen ik afstudeerde. En een van mijn belangrijkste vragen was van wanneer ga ik nu eigenlijk contact krijgen met klanten? Want dat vind ik eigenlijk persoonlijk het allerleukste. Nou, bij Van Lanschot zeiden ze nou de eerste paar jaar niet. En bij Sagittarius zeiden ze nou op het moment dat je nu maandag start, hè, dan ga je eerst een weekje intern. En daarna ga je er meteen op pad naar klanten om daar het vermogen te beheren en klantcontact te hebben. En zo ben ik uiteindelijk dus ook bij Sagittarius terechtgekomen. En daar was natuurlijk mijn eerste echte kennismaking met het beleggingsinstrument opties. Zodanig enthousiast geworden dat ik in 2010 voor mezelf ben gestart om mensen te helpen te beleggen. Zeker ook op het gebied van opties. Ik ben in 2015 of 2016 ben ik Harm van Wijk tegengekomen. Die heeft gevraagd of alle transacties die ik verricht ook op de website van Harm wilde plaatsen. En in 2018-19 ben ik Dennis Fransen tegengekomen. En ook op traders vergelijken ben ik dus vanaf 2020 actief. En staat mijn track record. En voor de mensen die niet weten wat een track record is, daar staan alle transacties op. De goede, hè, dus ik moet eigenlijk zo zeggen, alle transacties. Als ze goed aflopen, komt daar een winst uit. Als ze verkeerd aflopen, dan komt er een verlies uit. Maar dat track record dat geeft dus eigenlijk alle de resultanten van alle transacties vanuit het verleden weer. Ik had dus één geluk. Ik werd enthousiast gemaakt door mijn medestudent. En met name door bij Sagittarius belegging in dienst te treden. Daar werd ik eigenlijk volledig op de hoogte gebracht van het beleggingsinstrument opties. Zij waren dus eigenlijk ook mijn coach. En er werd al net gezegd van in de chat. Ik ben eigenlijk wel zeer benieuwd, maar ik wil het u eigenlijk ook makkelijk maken. Ik wil je mee gaan nemen aan de hand om te kijken of we samen dus de markt kunnen gaan bestijgen en dat we samen rendement kunnen gaan maken. Ik zal je straks gaan vertellen hoe dat werkt. Kleine introductie wel over call en put opties, want daar handel ik met name, ik handel daar alleen maar op. Een call optie is het recht om de onderliggende waarde te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. Dan ga ik eens even kijken of mijn stift meteen, of mijn cursor meteen kan veranderen in een markeerstift. Dus je hebt te maken met een onderliggende waarde. Ik zal even bovenaan beginnen, even netjes doen. Onderliggende waarde, hè, dat zou bijvoorbeeld een aandeel kunnen zijn, maar dat zou bijvoorbeeld ook een huis kunnen zijn of iets anders kunnen zijn. Je krijgt met een call optie in ieder geval het recht om die onderliggende waarde te mogen kopen. En dan tegen een bepaalde prijs, hè, dus de prijs wordt vooraf gedefinieerd en heel belangrijk, misschien wel het allerbelangrijkste, een bepaalde termijn zit er al vast. Dus een optie, of je nu te maken hebt met een call optie of met een put optie, daar zit altijd een bepaalde houdbaarheidsdatum aan vast en dat is die expiratiedatum. En bij opties is dat altijd de derde vrijdag van de maand waar ik op handel. Nou, op het moment dat we het hier nu over een call optie hebben, hè, een recht om een onderliggende waarde te mogen kopen tegen een bepaalde prijs binnen een bepaalde termijn, dan is een put-optie exact het tegenovergestelde. Want een put-optie geeft dus het recht om die onderliggende waarde te mogen verkopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. En zo zie je, ik heb hier niet voor niets een tegenovergestelde pijl neergezet. Een call-optie heeft precies een tegenovergestelde werking dan de werking van een put-optie. Maar altijd ligt er vast wat die onderliggende waarde is, wat de prijs is en wat die termijn is, hè, dus die optie-expiratiedatum. Nou, ik had je verteld, hè, als je op het moment dat je hier een call optie wil gaan kopen, op het moment dat je iets gaat kopen, dan moet je natuurlijk een premie betalen. En die betaal je aan, als ik hier naar het vierde kwadrant ga, aan de schrijver, oftewel de verkoper van de call optie. Ja, schrijven, even voor de mensen die het niet weten, dat is in mijn wereldje, in de optiewereld, staat dat gelijk aan het verkopen. Hè? Dus het verkopen van een call optie is hetzelfde als het schrijven van een call optie. Nou, ik vind het altijd fijn om call opties en put opties te schrijven, te verkopen. Want dan krijg ik aan twee kanten geld. Hè, dan vind ik altijd lekker om geld te krijgen. En dan denk je van nou, is daar de kous dan mee af? Nou, niet helemaal. Want op het moment dat de koper van die call optie natuurlijk bepaalde rechten krijgt, dan ben ik als de verkoper van die optie, krijg ik meteen bepaalde verplichtingen aan mijn broek. En om die verplichtingen, om daar goed mee om te gaan, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waar ik die vraag toen straks mee startte. Wat is het allerbelangrijkste? Dat is dat risico dat in de hand houden. Er zijn dus een aantal voordelen in mijn optiek bij het verkopen van opties. Je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk om winst te maken. Ook een heel belangrijk ding. 70-80% van alle opties die lopen met verlies af. Dus ja, dat ding dat moet je niet willen kopen. Dat wil je niet in je bezit hebben. Dat moet je juist willen verkopen.
als dat kansenpercentage, Raoul had het daar toen straks in zijn presentatie ook al over, je moet dat kansenpercentage proberen in jouw voordeel te laten lopen. En met name door deze regel, hè, dat 70 tot 80% van alle opties met verlies aflopen, hè, dan moet je dat ding niet willen hebben, maar dan moet je dat ding hebben verkocht. Is dan alleen maar feest? Nee, ik had ook gezegd, er zit een groot nadeel aan het verkopen van opties. En dat is dat risico waar ik toen straks ook mee startte. En om dat risico in de hand te houden, daar heb je dus een heel strikt risicomanagement voor nodig. En ik noem dat eigenlijk altijd geldmanagement. Nou, wat is mijn strategie? Dat heb ik bij al mijn drie systemen. Dat zal ik zo meteen laten zien. Als je hier even, nou, dan ga ik eens even netjes kijken of ik hier mooi het woordje AX kan. Want ik kan er alleen maar op de AX. Of die kan mooi kan schrijven. Nou, valt niet helemaal tegen. Dit is de onderliggende waarde. En dat is de koers, hè, de koers van het aandeel, sorry, de koers van de index, van de AIX-index, tot aan de optie-expiratiedatum. Je ziet hier, als we hoger gaan, staat hier een pijl naar links. En als we lager gaan met de AIX, dan staat daar een pijl naar rechts. Wat doe ik dus? Ik verkoop een call-optie en dat doe ik boven de huidige waarde van de AIX-index. En ik verkoop een put-optie en dat doe ik onder de huidige waarde van de AIX-index. En wat creëer ik daar eigenlijk mee? Ik creëer daar een bandbreedte. Ik creëer eigenlijk een plafond en een bodem waarbinnen die AX mag bewegen. En dan zie je ook, hè, hier zitten we dan in de winst op het moment dat die AX binnen deze bandbreedte blijft. Maar, ik had je ook verteld, het risico zit er natuurlijk in. Op het moment dat die AX te hard omlaag gaat, dan zitten we met deze pijl hier rood naar beneden toe. Dan schiet ik hier in het verlies. Of als de AX te hard naar boven toe gaat. Dan schiet ik hier in het verlies. Sterker nog, ik loop dan eigenlijk het risico om een ongelimiteerd verlies daartegen aan te lopen. En om die situatie te voorkomen, daar heb je juist dat hele stringente risicomanagement voor nodig. En dat is eigenlijk de crux van het handelen met deze short-term-strategie. Ik heb een drietal systemen. We gaan het vandaag hebben over optiebeleggen LTE. Ik heb het niet voor niets wat blauw gemarkeerd. Maar deze short strangle strategie, die hanteer ik niet alleen bij LT, dus bij lange termijn, maar ook bij korte termijn. Dat is de eenmaandse variant. Hè. Dan heb ik een beleggingshorizon van 1 maand. En ik hanteer hem ook bij de extra lange termijn. En dan doe ik exact hetzelfde als bij die andere twee systemen. Alleen dan heb ik een beleggingshorizon van tussen de 1 en 2 jaar. Om dit systeem te volgen, daar is een kapitaal voor nodig van 10.000 euro. En ik wil met deze drie systemen wil ik ook de 3 R's realiseren. En wat wil ik daar eigenlijk, wat doe ik daar eigenlijk mee? Nou, ik wil rust overdag. Ik weet even niet wie dat toen straks al zei in de chat. Hè? Rust is het belangrijkste. Nou, dat wil ik met name creëren doordat ik ver weg ben van de huidige koers van de AIX-index. Dat zorgt voor rust overdag. Daardoor heb ik ook rust nachts. Hè? Lig ik gewoon in een bedje te slapen over leuke dingen na te denken. In plaats van dat ik me zorgen maak over mijn portefeuille en dergelijke. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de R van rendement. Ik wil met deze drie systemen, dat geldt voor alle drie, een rendement maken van minimaal 1% rendement per maand. Dus dat is de doelstelling. En we gaan eens kijken of dat inderdaad ook een klein beetje in de richting gaat komen. Ik heb er trouwens ook nog een vierde bij gemaakt. Hè. Dus ik heb 3 R's. Rust overdag, rust nachts en rendement van minimaal 1% per maand. En ik heb er een vierde bij gezet. Don't lose money. Daar zat geen R in. Maar dat is de regel van Warren Buffett. Nou, daar zitten wel 2 R's in het midden van zijn naam. Maar op het moment dat je aan het handelen bent met opties, probeer je risicomanagement zodanig in te geven dat je geen geld verliest. Die short strangle strategie die is gebaseerd op wiskunde en statistiek. En ik had hier al verteld dat je een vermogen nodig hebt, een kapitaal nodig hebt van 10.000 euro om te volgen. En dat je 3 tot 9 maanden als beleggingshorizon, dat ik die hanteer. En wat is mijn strategie in deze short strangle posities? Het is het doorrollen van winstgevende en van verlieslatende posities. En dat zal ik je zo meteen laten zien hoe dat in elkaar zit. Ik ga je nu meenemen naar de resultaten. Want ik denk dat je daar nieuwsgierig naar bent. Tenminste, dat hoop ik. Die resultaten die zijn te zien op de website tradersvergelijken.nl. Ook Raoul staat hierop. Ook ik sta erop. Maar wat zegt deze website nu eigenlijk? Ik zie dat trouwens ook heel veel andere mensen, mensen die in de deelnemers zijn en in de chat zitten, dat die lid zijn van Traders Vergelijken. Deze website doet niets meer en minder dan het vergelijken van traders. Dus elke trader die hierop staat met zijn of haar systeem, trouwens, nee, ik zeg ook wel haar, maar het is geen enkele vrouw, geen enkele dame. Het zijn alleen nog maar mannen, dus we nodigen dames uit die een mooi systeem hebben om ook contact te leggen.
Maar op dit moment zijn er alleen maar mannen in de house. En dat betekent eigenlijk dat je een maand lang gaat handelen. En dat je één keer per maand wordt er gekeken wat het rendement is wat je gemaakt hebt. En Dennis Fransen die zet hier dan, laat ik zeggen, gewoon het rendement op. En dit is dus een geverifieerd rendement. Hè? Dit is daadwerkelijk ook gemaakt. Je ziet hier trouwens ook andere mensen staan. Je ziet Robert Schutter staan. Je ziet Harry Klip staan. Je ziet Ronald de Zoete staan met zijn olie- en aardgasportefeuille. Tom Peto, we hebben recentelijk een webinar over gedaan, of meegedaan. Die met name alles wat met Bitcoin trading systeem te maken heeft. Je ziet er ook de naam van Harm van Wijk staan. Die komt ook met een dividendportefeuille. Ergens in september, oktober. Maar we willen dus eigenlijk met dit platform een divers palet aan traders aan ons binden. Dat je zegt van, hey, ik ben zelf een bepaald type belegger, maar ik heb vertrouwen in deze mensen, in hun systemen, in hun kennis en kunde en ervaring. En bij deze expert, om zo maar te zeggen, die zich volledig richt op dat ene specifiek ding, daar wil ik een klein stukje van mijn vermogen naar allokeren. Dus een klein stukje van mijn vermogen laat ik eigenlijk, volg ik iemand die daar de hele dag mee bezig is. Nou, je zou dat mij kunnen doen. Ik druk op opbeleggen LT, want daar gaan we het vandaag over hebben. En hier staat dan nog even een klein stukje aangegeven wat ik zojuist al verteld heb. En hier komt al meteen de kleine spoiler, want iemand zei dat er €700 deze maand verdiend is. Maar dat is niet waar, jammer genoeg. Hè? Het is €601 en ik zal je zo meteen nog laten zien wat dat het geval is. Of hoe dat tot stand gekomen is. Bij Raoul zei ik het zojuist ook. Is dit een systeem dat alleen maar winsten genereert? Nee hoor, kijk maar eens. Hier in december heb ik eens een keer €1000 in de min gedraaid. Betekent wel dat ik in dat jaar, in 2020, ik ga hier eventjes naar links toe, dat ondanks dat ik in december die min had van €1000, dat ik per saldo €2400 verdiend heb. In 2021, hoe is het daar eigenlijk gegaan? Nou, alleen maar winsten? Nee, want in februari maakte ik wederom €1000 verlies. En in augustus nog een keertje €685 verlies. Dus dit is niet een systeem dat alleen maar winsten genereert. Hoe gaat het nu in 2022? Crescendo mag je eigenlijk wel zeggen. Tot nu toe nog geen verlieslatende maand gehad. Ik zal niet zeggen dat er niet aan gaat komen. Want je hebt al gezien, dat kan gewoon gebeuren. Maar ik zit dus nu op een mooi rendement van zo'n €3000. Nou, als je dat dus eventjes afzet op de €10000 die je benodigd hebt als kapitaal, dat betekent dat we tot nu toe 30% rendement gemaakt hebben in iets meer dan een half jaar. Dus dat is super gaaf, super leuk. Kun je lid worden van dit systeem? Ja, dan ga je helemaal naar beneden toe. Druk je op aanmelden. Krijg je hier een contactformulier met je naam, adres, woonplaats, et cetera, mail, bla bla bla. Je kiest even met welke bank je mee kan doen, of bij Saxo of bij Maxum. En je kiest dan naar optiebeleggen LT. Dat druk je op deze manier aan. Als je dat de rest allemaal ingevuld hebt, dan typ je hier gewoon aanmelden. En dan wordt er contact een beetje opgenomen. Sterker nog, ik krijg een mailtje door van Dennis. En dan zal ik in de loop van vandaag morgen contact met je opnemen om de een en ander uit te leggen hoe het verder gaat. Hoe is het dan tot op heden gegaan? Even kijken hoe het loopt even qua tijd. 10 voor. Even kijken, dan moet ik even snel zijn. Want ik wil je nu mee gaan nemen naar alle transacties die ik gedaan heb. Even kijken, staat mijn LT goed? Eigenlijk moet ik even helemaal naar beneden toe. Dat kan een stukje sneller, Menko. Dat doen we gewoon op deze manier. Even kijken. Ik ben dus gestart op 31 maart. En toen heb ik een short strangle ingenomen. Ik had je verteld, ik ga een call optie verkopen met een strike, met een uitoefenprijs 6,40 boven de huidige waarde van de AEX-index. En ik ga een put optie verkopen onder de huidige koers van de AEX-index. Dus ik heb hier eigenlijk een ruimte gecreëerd van 390 punten, 6,40 minus 2,50, waarin die AEX mag bewegen zonder dat het voor mij lastig of vervelend wordt. Bij de LT-portefeuille hanteer ik twee short strangles. Dus ik heb hier paar weken later heb ik mijn tweede positie ingenomen, mijn tweede looptijd ingenomen. Hier leveren, ik zal het even netjes eentje hoger zetten. Op 16 april is dat, van het jaar 2020. En toen heb ik mijn tweede short strangle ingenomen, namelijk de december 2020 short strangle. En je ziet dus inderdaad ook, dat is zo'n 8 maanden verder,
Dus daarvoor hanteer ik een looptijd met deze optiebeleggen LT lange termijn strategie van tussen de 3 en 9 maanden. Nou, je hebt dan deze 4 posities in het portefeuille. En wat doe ik daarna? Ik ga kijken wat de AX doet. En op het moment dat ik mogelijkheden zie om winst te maken, dan pak ik die winst. En als ik tegen het verlies aanloop, dan ga ik ook die verliezen afkappen. En dat doe ik door het doorrollen. Het doorrollen, dat is eigenlijk cruciaal in deze strategie. Hier heb ik op 12.5 een doorrollenactie gedaan. En voor de mensen die het niet weten, even kijken. Ik ga nog eventjes terug. Deze put, december 2.50. Die ga ik terugkopen. Maar die heb ik eventjes, put, december 2.50. Die heb ik hier voor €4,45 verkocht. Hartstikke leuk. Even terug. Even kijken, doe ik dat goed? Put, december 2.50. Zie ik het even niet goed? Put, december 2.50, sorry. Dan ga ik dus een winst maken door posities door te rollen. En datzelfde geldt eigenlijk in zijn algemeenheid. Je gaat posities doorrollen die op een gegeven moment winst kunnen maken. Hier ging de beurs omhoog. Dus dat betekent dat ik put-opties kan gaan doorrollen. En hier zie je dus dat er in juni 2020 een winst gegenereerd is van €112. Ik ga eens even doorscrollen naar boven toe, want we hebben eigenlijk nog maar een paar minuten. En ik wil je eigenlijk ook door laten lopen. Ik wil je eerst die verlieslatende maanden eens laten zien. Want hier deze winstjes, die geloof je allemaal wel. Die heb je zojuist ook gezien bij traders vergelijken. Maar ik heb natuurlijk ook een aantal maanden een flinke dusser gemaakt. En daar denk ik ook dat je dat interessant vindt om te zien. Even kijken, dat was ergens in december. Ab, staat mij even bij, want mijn december was niet zo goed. Hier zie je allemaal die winstjes ontstaan. Dus hier ga je zo'n put maart is sluiten. Dan maak je dan een winst op en die positie rol je door naar een hoger gelegen serie. Even kijken, want volgens mij komt hier aan. Ja, de AX was alleen maar aan het stijgen. Dat betekent eigenlijk dat mijn call-optie dan vervelend wordt. Dus die call-optie die had ik verkocht voor €345. En hier moet ik die sluiten voor €17. Oftewel voor €1700. En hier maak ik dus dat eerste grote verlies van €1355. Dus mijn kerst was nog wel goed in 2020, maar mijn oud en nieuw was heel vervelend. Hè, want ik had natuurlijk net die verlieslatende transactie moeten verrichten. Hier op 6 januari pak je nog een klein winstje. Nou, dat is prima. 14 januari pak je nog een klein winstje. Ook prima. 20 januari pak je nog een klein winstje. Hè, zo ga je eigenlijk terugschrapen. Maar hier op 15 februari had ik mijn tweede grote transactie verlies gemaakt. Hè, die 13,35. Dat die call vervelend wordt, omdat die AX alleen maar aan het doorstijgen is. Nou goed, we gaan eens eventjes wat verder doorscrollen naar boven toe. Want hier komen natuurlijk op een gegeven moment ook de winsten aan, die je ook gezien hebt, zojuist op traders vergelijken. En zo zie je dat die winsten in zijn totaliteit de verliezen die je maakt overstijgen. Even kijken, ik ga eens wat sneller door. Ik ga trouwens, weet je wat ik ga doen? Ik ga helemaal naar boven toe. Want al deze transacties, die geloof je eigenlijk ook wel. Oh, hier nog. Die augustus was ook nog een vervelende. Hè? Want hier was natuurlijk die put. Even kijken waar die was. Ja, hier deze. Hè? Dat, ook hier was het zo dat die call optie werd natuurlijk voor mij vervelend. En dan ga je ingrijpen met jouw vooraf gedefinieerd risicomanagement. En dan loop je wel tegen een verlies aan. Maar dat neem je dan in die zin ook voor lief. Omdat je dus je aan je systeem wil vasthouden. Even kijken. Af en toe maakte ik ook nog eens een keer verliezen. Dat heb je gezien. En nu heb ik wel het woordje verlies vaak genoeg genoemd. Want nu gaan we naar de groene cijfers toe. En ik wil je eigenlijk meenemen naar het totaaloverzicht. Ik ga gewoon een heel stuk naar boven toe. Dan scheelt dat ook een hoop tijd. En want deze... wacht. Weet je wat ik doe? Ik ga vanaf januari 2022... Die laat ik eens eventjes zien. Even kijken, ga ik een stukje naar beneden. December 21, die was nog goed. Hè? 310 punten, mooie winst. Even kijken, in januari, €200 winst. Hoe heb ik dat weer voor elkaar gekregen? Nou, ik heb de call optie, want op een gegeven moment gaat de AX niet meer stijgen, maar gaat die dalen. Ik had je toen straks verteld, hè? Je kunt winst maken in een beurs die omhoog gaat, maar ook in een beurs die naar beneden toe gaat. Nu gaat de beurs naar beneden toe. Hè? Dus hier ga ik dus winsten maken op mijn call opties. En dan zorg ik dat mijn put opties
ver genoeg weg zijn van de huidige koers van de AX index. En zo ga je de call opties ga je daar winst op maken. In januari €200 in de winst. Even kijken. Dit is februari. Ook een mooie winst, €261. Maart, even kijken, toen heb ik waarschijnlijk twee transacties gedaan, omdat dat hier nog niet staat, beleggingsresultaat. Dus hier heb ik €165 winst gemaakt. En hier heb ik nog een keer de twee posities. Oh ja, hier heb ik ze een keertje laten expireren. Dat kan ook wel eens een keertje, maar liever opteer ik voor de situatie dat ik de opties doorrol. Nou, hier kon het eventjes niet anders. Maar per saldo natuurlijk een heel mooi rendement gemaakt in maart, €810. We gaan door naar april, €370 in de plus. We gaan door naar mei. Even kijken. Mei, dat is ook een mooie geweest, €501 in de plus. Juni, €121 door één transactie in de plus. Komt er nog eentje aan, kijk maar. Juni is de totaliteit €286 in de plus. Allemaal het doorrollen van die transacties. Even kijken. Nou gaan we eens eventjes zien. Dit is de juli-serie die hier geweest is. Twee transacties gedaan. €601 in de plus. Daar had ik je over verteld. Wat heb ik hier eigenlijk gedaan? Oh, weer een call dus. Doorgerold naar beneden. Hè, van 800 strijk naar 750 strijk. En ik ga je nu meenemen naar de totale optelsom. Even kijken. Wat is het totale rendement geweest van al deze posities? Nou, ik had je gezegd, ik ben in 2020 gestart. Dat is een periode van 10 maanden en daar heb ik €2400 in verdiend. In het jaar 2021, 12 maanden, uiteraard, heb ik 1197 verdiend. Nou, bijna €1200. Dat is precies die 1% rendement per maand. En 2022, ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed, hè, want je ziet hier €601 verdiend. In zijn totaliteit over deze afgelopen 7 maanden meer dan €3000 verdiend. Ik heb het zojuist bij Tradersvergelijken laten zien. Wil je dit systeem volgen, dan kost je dat geld. En we vragen daar een vergoeding voor van €25 ex-BTW per maand. Oftewel, €25 ex-BTW is €30 en een kwartje per maand. Als we al deze bedragen optellen, hè, dus wat je in zijn totaliteit verdiend hebt, hè, dan heb je €6663 verdiend over 29 maanden. Daar zitten dus die winstgevende maanden bij, maar daar zitten ook de verlieslatende maanden bij. In zijn totaliteit heb je dus €229,76 verdiend per maand. Als je daar de kosten van aftrekt, hè, dan hou je dus een netto rendement over van €199,51 per maand. Oftewel, dat is bijna twee keer de doelstelling die ik heb, hè, want ik wil 1% rendement per maand maken. Maar je komt dus uit op bijna het dubbele, 23,94% per jaar. Even, ik ga je nog een vraag stellen. Spreekt dit rendement jou ook aan? Dan kun je, ik ga die vraag eens ook stellen aan je. Vind je dit systeem leuk, deze manier van handelen leuk, deze manier van rendement maken leuk? Dan kun je je aanmelden via Tradersvergelijken. Ik zal die link eens even meteen kopiëren en zo meteen in de chat laten zien. Maar ik zou eigenlijk deze vraag aan jou willen stellen. Spreekt dit rendement ook jou aan? Zou je even naar de chat willen gaan en daar een ja of een nee in willen geven? Even kijken. Ik zie dat er een aantal vragen gesteld zijn. Ik denk dat ik eventjes omhoog moet even kijken. Oh ja, dat was Erik die naar het buitenland gaat, naar Engeland gaat. Nou, trouwens, een fijne vakantie gewenst, Erik. Als je twee short strangle posities hebt, is je marge dan genoeg? Ja, hè, dan moet je dus met €20.000 meedoen. Hè. Met factor 1 is het uiteraard die €10.000. Wil je met meerdere factoren meedoen, dan heb je allemaal ook alles een keer €10.000 heb je nodig. En Erik zegt, zorg er maximaal voor dat je bij het doorrollen dezelfde optie koopt als je eerder hebt verkocht. Ja, hè, dat is inderdaad zo. Dat zorgt het Telegram bericht voor. Dus ik geef die transactie in. Je hoeft alleen maar op die knop te drukken en dan wordt exact dezelfde transactie gedaan als die ik ingegeven heb. En uiteraard sluit ik alleen maar die posities die ik eerder heb verkocht.
Hey, ja, en Dennis zegt ook al, hey, je hoeft maar één klantmarge aan te houden. Klopt, Erik zegt, oh, jullie hebben een hele conversatie gevoerd, zie ik hier. Maar in het geval dat je bijvoorbeeld één call-optie hebt verkocht, die je na verloop tijd zelf weer met verlies terugkoopt, verdwijnt dan de gekochte order. Ja, hè, dus je, als jij zelf gaat muteren in mijn transacties, dan moet je ook zelf in de gaten houden wat je doet. Dan kan natuurlijk niet voor iedereen bijhouden wat hij allemaal zelf doet. Ik heb deze 4 posities in de portefeuille. En dat zijn de 4 posities die, ja, waar ik op kijk. Waar ik mijn risicomanagement loslaat. Waar ik het rendement uit wil halen. Dus als jij zelf transacties wil gaan doen die daar met dezelfde serie te maken hebben. Hè, dan moet je altijd wel even goed in de gaten houden dat jij bijvoorbeeld al iets gesloten hebt. Terwijl ik die bijvoorbeeld nog in de portefeuille heb staan. Even kijken, ik zie dat een aantal mensen gereageerd hebben op mijn vraag. Leuk, Hans zegt zeker. En Margot zegt ja. En Erik zegt ja. En ASG zegt ja zeker. En Rick zegt prima rendement, dankjewel. Nou, ik ga deze link eventjes in de... in de chat plaatsen. Want wat gebeurt er dan vervolgens op het moment dat je je aanmeldt bij Traders Vergelijken? Ik had je al laten zien. Hè? Je moet je naamadres, mail en je telefoonnummer doorgeven. Ik krijg dan vervolgens een berichtje vanuit Dennis. En ga in de loop van morgen contact met je opnemen. Ik ga je uitleggen hoe die semi-automatische koppeling exact werkt. Hè? Dus die Telegram koppelingen. Even nu om een voorzetje te geven. Het is nu toch maar een paar minuutjes over 1. Je hoeft maar met 2 keer een druk op de knop, hoef je mijn transacties te volgen. En dat betekent eigenlijk, je krijgt een linkje waarop in het Telegram bericht. En op het moment dat je op dat linkje drukt, dat is dus druk nummer 1, dan kom je daarna in een vervolgscherm terecht. Aan de linkerkant zie je staan transactie afwijzen. En aan de rechterkant zie je staan transactie accepteren. Nou, het is natuurlijk hartstikke logisch dat je drukt op het rechterblokje. Je gaat niet op het blokje transactie afwijzen drukken, maar je drukt op dat rechterblokje. Transactie accepteren. Dat betekent dat als jij een bankrekening hebt bij Saxo, dan wel bij Maxum, dat die transactie die ik ingegeven heb, exact 1-op-1 gekopieerd wordt, ook bij jou op de bankrekening bij Saxo en bij Maxum. En zo heb je dus exact dezelfde posities als ik, exact dezelfde transacties als ik, en dat betekent dus ook dat je exact dezelfde rendementen maakt als ik zelf doe. Als je meerdere opties wil, zegt ASG is dan ook €25 per maand. Nee, daar hebben we eigenlijk iets heel leuks op bedacht, beste ASG. BV staat erachter. Normaal gesproken bij onze concurrenten moet je, als je met factor 1 meedoet, €25 betalen, ex-BTW. Met factor 2, 50, et cetera, et cetera. En factor 5 moet je €125 betalen. Met factor 10 betaal je dan natuurlijk uiteraard €250 per maand. Maar daar hebben wij iets op verzonnen. Op het moment dat je met meerdere factoren meedoet, betaal je voor die extra factor €20 per maand. Dus je betaalt €25 voor factor 1. Je betaalt €20 voor het verhogen van het aantal factoren. En het maakt ons niet uit of je met factor 2 meedoet, of met factor 5, of met factor 10, of desnoods met factor 50. Dan betaal je alleen maar die €20 extra voor per maand. Dus dat is kostentechnisch voor je ook misschien ook meteen ook een stuk interessanter. Want op het moment dat je met meerdere factoren meedoet, dan wordt het kostenniveau natuurlijk een stukje lager. Dus ik hoop, ASG, dat je interesse hebt en dat ook met meerdere factoren zou willen volgen. En dat het kostenniveau, dat ik je dat duidelijk uitgelegd heb. En Erik zegt, wat zijn de voordelen van LT ten opzichte van KT? Om een of andere reden spreekt KT me meer aan en ik weet niet waarom. De voordelen van LT, nou, als je kijkt naar het totale rendement, beste Erik, dan kun je zien dat LT het procentueel beter doet dan KT. Dus als je zegt, wat is het grote voordeel van lange termijn, waar we het vandaag over hebben, dat is eigenlijk puur het rendement. Bij KT zit je natuurlijk korter qua beleggingshorizon, hè, dan hanteer ik die 4-weekse termijn. Dat spreekt sommige mensen meer aan. En dat is ook een hartstikke leuk systeem. Sterker nog, daar ben ik ooit mee begonnen. Dus dat is eigenlijk mijn kleine babytje. Dus ik kan er ook geen kwaad over spreken. Sterker nog, bij KT heb ik de afgelopen 28 maanden elke maand winstgevend afgesloten. Ook in de beurs die omhoog ging, ook in de beurs die naar beneden toe ging. En als je dan weer die short strangle strategie eventjes dat plaatje in beeld neemt, hey, ik heb toch wel een redelijk grote bandbreedte die ik creëer
boven en onder de AX-index. En dat betekent niet dat ik nooit hoef in te grijpen, want dat kun je ook op de website wel zien. Af en toe moet ik ook ingrijpen. Maar dan lukt het toch om de afgelopen 28 maanden winst te maken. Bij LT is dat niet helemaal gelukt. Dan heb ik af en toe nog wel eens een keer een kleine zeper, of sterker nog, eigenlijk een grote zeper. Maar daar is het totale rendement gewoon een stuk hoger dan bij KT. Dus zo zie je eigenlijk, KT heeft zijn eigen voor- en tegens. En lange termijn, waar we het vandaag over hebben, dat heeft ook zijn eigen voor's en tegens. Hey, leuk compliment van Theo. Menko, top op de top. Een rendement om bang van te worden. Nou, helemaal niet bang van te worden, Theo. Gewoon lekker aanhaken en meegenieten van de transacties die ik doe. Het gaat hartstikke goed. En daar ben ik inderdaad ook erg enthousiast over en erg blij mee. LT is rustiger. Ja, nou, dat van de ene kant wel. Ja, van de andere kant ook bij korte termijn hanteer ik maar één short strengel. Dus ik verkoop een call en put optie op de AX-index. En als het goed is, dan neem ik die positie in. En hoor je mij een hele maand niet meer. En dat betekent dus dat je ook met twee transacties dat hele mooie rendement kan maken. Door 28 maanden achter elkaar winst te maken. Dus ja, goed. Hè, dat elke keer, elk systeem heeft zijn eigen plussen en minnen. En Christophe zegt, dacht Menko en Roel, sorry, ik moet er even door. Denk. Dank voor jullie presentatie. Dat vond ik je hartstikke leuk, Christophe. Leuk dat je er ook was. Het is ook inderdaad een paar minuutjes over één. Dus kan ik me voorstellen, ook hartstikke fijn dat je klant bij ons bent. En Roel zegt inderdaad ook dikke duim omhoog en met een smiley. Eens even kijken. Beste Raoul, bent u ook nog in de auto? 8 op 1, ja. Ja, nog mee deze keer. Hier altijd een klein Brabants kwartiertje. Hè, dat, ja, u komt er niet vandaan, ik wel, dus dan mag het altijd. Eens even kijken. Nou, ik zou eigenlijk eens willen vragen aan de deelnemers of ze het waarderen dat wij altijd eerlijk, open, transparant inzage geven in onze manier van werken, in de rendementen die we halen. Als ze positief zijn, zijn we natuurlijk erg enthousiast. Als ze negatief zijn, dan zijn we erg chagrijnig. Dan zijn we nog wel chagrijniger dan onze volgers. Hè? Want wij doen het natuurlijk zelf. Zou je eens in de chat aan kunnen geven of je het waardeert dat wij dit soort webinars geven? Want dat is voor ons ook een stimulans om dat te blijven doen. Even kijken. Het publiek maken is ook dat we zelf als het ware verantwoording afleggen. Hè? Dat je het publiek bijhoudt, dan word je ook met jezelf geconfronteerd of je wel handelt zoals je zegt te handelen. Hè? Ja, klopt. Voor onszelf is het ook, werkt dat heel goed. Ja, goed. Hè? Dan, dat scherpt de geest en dat scherpt de potloden, zeg ik altijd. Hè? Om altijd scherp te blijven. Anders zitten we alleen maar naar het scherm te kijken en in onze eigen bubbel te werken. Maar het is natuurlijk ook belangrijk altijd in ogenschouw te nemen dat we ook voor klanten aan het handelen zijn met hun vermogen. En we doen het trouwens ook zelf. Hè? Dus ik ben de eerste volger van mijn eigen systeem, van mijn eigen systemen. En dat geldt voor Raoul ook. Ja, het is niet zo dat wij handelen en dat we zeggen, nou, hè, dat is alleen maar voor de volgers. We hebben allemaal een heilig geloof in ons eigen systeem. Dus dat volgen we ook. Even kijken, ik zie dat Jeroen er ook is. Jeroen zegt, supergoed, ben er blij mee. Nou, hartstikke tof. Niet zo met de 100% nu. Ja, klopt inderdaad, Jeroen. Die 100% challenge die ik start ben, zit even wat tegen. Dus de beurs mag even nog een paar goede tikken naar beneden krijgen wat mij betreft. Ik zei het al in het voorstukje. Die 100% challenge, ja, hè, dat doe ik eigenlijk hetzelfde. Ook die short strengel strategie, maar dan wel met een verzekering daarboven en beneden toe. Zou je zeggen, nou, dat is iets minder risico. Van de ene kant wel, maar wat ik bij mijn systemen niet doe, namelijk heel dicht op die AX zitten, dat doe ik bij deze challenge wel. Als het goed gaat, hè, dan maak ik een goed rendement. Hè. Ik geloof dat ik in de eerste 2 maanden 16 of 17% rendement heb gemaakt. Hè. Dus een beetje 8% per maand. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, het kan ook wel eens een keertje dan tegenzitten, hè, omdat je ook wat dichter op de AX gaat zitten. Dus inderdaad, het is even nu een hoofdpijndossiertje, die challenge. Even kijken, Erik zegt, jazeker, ik heb niet altijd de gelegenheid tijdens de lunch, maar volg het dan achteraf. En ik leer iedere keer toch weer iets bij. Super, kan helaas niet alle aanbiedingen meedoen. Strikt budget, nou, dat is ook helemaal niet erg, Erik. Maar fijn dat je er ook aanwezig bent en dat je ook deelnemer bent. En Ger zegt inderdaad ook, jazeker, nou, super om dat te horen en fijn dat jullie het ook waarderen. Eens even kijken, Roel, want ik denk dat het 11:11 is. Dus we hebben 1-1-1-1-1 op de klok staan. Ik denk dat ik het zo ga doen dat ik jou
van harte ga bedanken voor jouw bijdrage. Zorg ervoor dat je volgende maand een positieve plus draait, Raoul. Hè, want ik gun het je. En B, dat moet er natuurlijk ook uitkomen, omdat je ook een mooi systeem hebt, wat ook al jarenlang zijn waarde heeft gehad. Ik ga Dennis bedanken vanuit was de conclusie ook van dat ik meer trades moest plaatsen. Hè? Dat was zo min of meer de conclusie. Nu moet het nog winstgevend worden. Dat is de volgende stap. Ja, exact. Doen eerst stapje 1 en dan doen we stapje 2. Ik ga Dennis bedanken voor zijn bijdrage vanuit het mooie Italië. Bedankt ook Dennis dat je even in wilde tunen en ook op de chat gereageerd hebt. Alle deelnemers bedankt. Ik zie even dat Peter nog zit. Heren, bedankt voor de uitleg. Graag gedaan, Peter. En ik zie dat Theo zegt, geen koppijn bij die 100%, anders moet je niet meedoen. Risico en rendement zijn aan elkaar gekoppeld. Ja. Dat is 100% waar, over 100% challenge gesproken, Theo. Dat is ook 100% waar, hè, want dat hoort er inderdaad ook bij. Erik zegt bedankt en tot ziens. En Hans zegt het ook bedankt. En Marcel zegt bedankt en een hele fijne, prettige dag verder. Nou, dat gun ik jou ook en dat gun ik jullie allemaal ook. Ik ga eens even kijken, want ik... kijk even naar mijn agenda en zie ik dat ik morgen ook weer een webinar mag geven. Maar dan ben ik meer de moderator of host. Want dan is het de beurt voor aan Tom Peto. En Tom heb je straks ook zien staan in het lijstje van traders vergelijken. Die gaat iets heel anders doen dan wat Raoul en wat ik doen. Die gaat met name een presentatie geven over een Bitcoin systeem, hoe je daarop kan handelen. Dus dat heeft niets te maken met Saxo Bank of Maxima of dergelijke. Maar dat gaat met crypto's. Raoul heeft er ook een stuk verstand van. Want die heeft heel die koppeling in elkaar gedraaid. Ik wou in elkaar knutselen zetten. Maar die heeft dat voor elkaar beter te boksen. Dus we gaan kijken of als je morgen rond een uur of 12 tijd hebt. En je hebt interesse hoe je ook rendement kunt maken met Bitcoin. Kleine spoiler alert. Tom heeft in zijn eerste maand 10% rendement gemaakt. Dus daar heeft hij niet een jaar over gedaan, of 3,5 jaar. In zijn eerste maand heeft hij 10% rendement gemaakt. Nou, ik hoop dat dat een mooie aanleiding is om morgen even in te tunen. Hoe die verdomde Tom dat toch voor elkaar heeft weten te boksen om 10% rendement te maken in één maandje. Ik ben er jaloers op. Waarschijnlijk ook Raoul, hè, met dat soort presentaties. Dat zijn wel superleuke dingen. Dus, goed, nou, dan zien we elkaar morgen meer. Ik zie dat Jeroen ook weer verder gaat. Die is bezig te verhuizen en naar Italië voorbereiden. Hartstikke fijn. Dolce Vita, lekker van genieten. En Theo zegt, goed systeem. En Dennis zegt inderdaad, tot de volgende keer. Goed, bedankt allemaal voor jullie komst. Dank je wel. Dennis ook. Dank. Iedereen bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.